Als je het dan niet leest, dan zie je het wel. We hebben het hier over iets wat steeds op en neer gaat, heen en weer gaat, of wat dan ook. Trillingen. We gaan van start. Een trilling. Wat is nu een trilling? Wel, een trilling, dat is een beweging die zich steeds herhaalt. Periodiek noemen we dat. Maar het moet zich niet alleen maar herhalen, het moet ook een evenwichtstand hebben. Een evenwichtstand betekent dat, stel je voor, je houdt hem in rust, dan moet die toestand iedere keer een vaste plek wezen. Het moet dus niet zo zijn dat hij iedere keer op een andere plek tot rust kan komen. Dat is een trilling. Een voorbeeld is bijvoorbeeld een slinger. Ja, hij herhaalt zich constant en als je hem stil houdt, dan weet je zeker dat hij in het midden blijft hangen. Een andere trilling is bijvoorbeeld deze. Ja, dat is een beetje minder symmetrisch, maar het is nog steeds een herhaling en hij zal ook weer iedere keer in dezelfde plek stil blijven hangen. Een massa aan schroefveer, ook een prachtig mooie trilling natuurlijk, duidelijk. Beweging van je benen tijdens fietsen, dat is al wat moeilijker te zeggen dat dat een periodieke beweging is. Want ja, de evenwichtstand, je kunt de voeten in feite in iedere plek stilhouden. Dus dit is geen trilling. En beweging van lift in een flatgebouw, ook niet. Want die herhaalt zich niet iedere keer op dezelfde manier. Soms ga je eens naar de tweede verdieping, dan weer terug naar de eerste en soms van de tweede meteen door naar de vijfde. Dus ook geen trilling. Kikker. Ik weet het niet. Laten we gaan verder. We gaan eens kijken wat voor kenmerken of eigenschappen we aan een trilling kunnen geven. Allereerst is natuurlijk, hoe ver gaat de trilling naar links en naar rechts? Ik ga even met een slinger bezig. Wel, dat is de uitwijking. De uitwijking van een voorwerp wat heen en weer slingert. Dat is de afstand van het voorwerp tot aan de evenwichtstand. Dus met een slinger tot aan het midden van de beweging. De uitwijking, het symbool is de kleine letter U. De eenheid is de meter. En het moet natuurlijk wel duidelijk wezen wanneer links en rechts is van de evenwichtstand. En vandaar dus dat we zeggen van, hey, als hij zich rechts of eventueel boven de evenwichtstand bevindt, dan noemen we de uitwijking positief. En als je links of onder evenwichtstand bevindt, dan is hij negatief. Ja, boven en onder is natuurlijk als je op en neer beweegt. Iets wat met uitwijking te maken heeft, is de amplitude. Amplitude, dat is namelijk de maximale uitwijking die iets kan hebben. En ook weer natuurlijk ten opzichte van de evenwichtstand. Symbool voor amplitude is hoofdletter A. En net als uitwijking is het gewoon een lengte, een afstand. Dus de eenheid is meters, kleine letter m. En amplitude is altijd positief. Let op, altijd positief. De trillingstijd. Dat is de tijd die je voor één trilling nodig heeft. Let op, één trilling, dat is dus bij een slinger niet van links naar rechts, maar het is van links naar rechts en dan weer terug naar links. Ja, het is tijd nodig voor één volledige trilling. Nou, het symbool is de hoofdletter T en het is een tijd, dus de eenheid is seconden. Iets met trillingstijd verbonden is de frequentie. Ja, trillingstijd was tijd voor één volledige trilling. En frequentie is het aantal trillingen voor één seconde. Dus stel je voor, je telt eventjes hoe vaak hij in 10 seconden heen en weer gaat. Je deelt dan het door die 10 seconden en je krijgt dan de frequentie. En je deelt door het aantal seconden dus. De eenheid is dan ook per seconde. Dat is seconde tot de macht min 1. Maar gebruikelijker is het om als eenheid de hertz te doen. Symbool voor frequentie is de kleine letter f. Trillingstijd en frequentie hebben alles met elkaar te maken. Als je trillingstijd weet, dan kun je de frequentie berekenen. En omgekeerd, namelijk trillingstijd is 1 gedeelde frequentie. Of frequentie is 1 gedeeld door de trillingstijd. Van een trilling kun je ook een UT-diagram maken. Een UT-diagram, dat is eigenlijk dus de uitwijking. En de uitwijking meet je iedere keer op ieder tijdstip. Ja, dus hier, je begint bij 0,
Dan halen we, zo na een kwart seconde is hij in het bovenste punt. Na een halve seconde is hij weer daar. Na drie kwart seconden is hij daar, et cetera, et cetera. Het UT-diagram. De amplitude kun je eenvoudig eruit aflezen. Dat is hier 1 centimeter. Trillingstijd, precies 1 zo'n golfje. Ja, en de frequentie hier is ook 1. Want ja, de frequentie is 1 gedeeld trillingstijd, 1 gedeeld door 1. Hè? Dit is een iets ander. Ja, amplitude verdubbeld, 2. Trillingstijd ongeveer 0,66. En de frequentie is 1 gedeeld door 0,66, 1,5. Je had hier trouwens ook kunnen zeggen. Kijk, ja, na 1 seconde zie je hier, dat is 1,5. Dus 1,5 trilling in 1 seconde. Dus frequentie is inderdaad 1,5. Kijk, hieronder heb je weer een wat ander UT-diagram. Maar het is wel een UT-diagram van een trilling. Namelijk van een gezond menselijk hart. De wrijving kan ook bij een trilling voorkomen. En je moet gewoon eventjes weten dat de wrijving bij een trilling demping wordt genoemd. Ja, bij demping zal iedere keer de amplitude steeds kleiner en kleiner worden. Kijk, dat is hier zo. Let trouwens op dat de amplitude wat kleiner, maar de trillingstijd blijft wel gelijk. Dat is wel weer even een weetje dus. Hè? Dus de toon wordt iedere keer zachter, 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 om zo te zeggen. Maar de frequentie blijft gelijk. Over geluid zullen we trouwens later meer te horen krijgen. Woordgrapje. Nou, hierboven hebben we weer zo'n trilling, een ECG. Ja, 1 hokje is 1/8 seconde, 0,125 seconden. En eerst eventjes van, hey, waarom is hier sprake van trilling? Nou, duidelijk is het hier. De beweging herhaalt zich in steeds een vaste tijd en wel een beetje sneu, maar als het hart stil blijft staan, dan blijft het wel in dezelfde stand staan. Maakt niet uit, stil is stil. Hoe groot is hier de trillingstijd? Dus hoe lang duurt één trilling? Nou, bij zo'n opgave moet je altijd zo groot mogelijk iets doen. Dus hier niet denk van, oh weet je wat, ik pak hier. En daar, ik kijk even van, hey, dat is 1, 2, 3, 4, 5, nou bijna 6 hokjes. Dus 6 keer 1 hokje. Nee, je moet van daar tot daar doen. Ja, en dan krijg je dus dat je daar 6 trillingen hebt in ongeveer 35 hokjes. En dan krijg je dus 35 keer die 0,125 is zoveel seconden. En dus 1 trilling is dan delen door 6. Is zoveel seconden. Maar als je nu de trillingstijd weet, kun je dan ook weten wat dan de frequentie is van het hart. Maar de frequentie van het hart doen we niet per seconde natuurlijk, maar doen we het per minuut. Beats per minute. Nou, trillingstijd weet je. Dus de frequentie weet je ook. Dat is namelijk 1 gedeeld door de trillingstijd. Dan weet je dus hoeveel slagen het per seconde zijn. Nou, als je zoveel per seconde doet, dan heb je dus per minuut 60 keer zoveel. Dus 82. Ach, dat is voor een hart wel aardig tempo. Maar goed. Vaak zie je dit ook nog wel eens. Een beeldscherm met daarop zo'n mooie sinusvorm, wat in feite ook weer een trilling weergeeft. Ook hier hokjes. En van belang is dat je bij zo'n hokje kunt aangeven hoeveel dat voorstelt. Horizontaal staat er dan vaak zoiets van 2ms-div. Dat betekent div is in feite gewoon hokje. En betekent dat je horizontaal één hokje 2 milliseconden voorstelt. En verticaal het aantal volts en de spanning. En één hokje in verticale zin betekent dan 2 volt. Dus ja, om zo te zeggen, dus als ik van daar naar daar ga, dit is dan 2 milliseconden. En als ik van daar tot daar ga, dan heb ik daar 2 volt. Nou, dus in dit geval hier, de trillingstijd, de frequentie van het bovenste signaal, hoe groot is die? Nou, ook hier weer probeer zo groot mogelijk gebied te doen. Dus bijvoorbeeld van daar tot daar, ja, dat is ongeveer 8 hokjes.
4 trillingen, 8 hokjes, dus 4 trillingen in 16 milliseconden. Oftewel, de trillingstijd is dan 16 gedeeld door 4 is 4 milliseconden. En de frequentie is 1 gedeeld t. Ja, let op, t in seconden als je frequentie wilt meten. En dan krijg je 250 hertz. Nou, de amplitude van het bovenste signaal. Let even goed op dat je deze afstand, dat niet de amplitude is, maar dat is 2 keer de amplitude. Ja? Weet je nog, vanaf de evenwichtstand moet je doen. Hè? Dus ja, dat is ongeveer 2,6 hokjes 5,2 volt. En betekent dus dat de amplitude 5,2 gedeeld 2 is 2,6 volt. Zijn trillingen vermoeiend? Wel, nee. Het kan juist zeer relaxed zijn. Tot de volgende keer.